Goeiedag iedereen, we zijn weer op de speelplaats. Ik ben hier met Theo. Je moet... Zeer juist. En vandaag gaan we er weer in vliegen. Het is nat, het is de eerste maandag na de vakantie. Net, nat, oei. Nat, net zoals... Ik vind dat er gewoon uit. En ja, het is nat, het is koud, de winter gaat net eraan komen. Net zoals... Nee. En voilà, zo ziet het ineen. En nu gaan we naar Sint-Italiaan om te vragen of onze aandachtskunde niet een paar uur vroeger kan zetten. Oei. Volg mij op Insta. En Marius.nv, ja. Allee, mannen, je hebt het gehoord, hè. Je moet dat doen. 3 uur of 4 uur studie, denk ik, van mevrouw. Ja, maar... dat weten wij niet. Ja. Want zij is vandaag afwezig. Maar ja. Weet u of dat dan morgen ook gaat? Als wij dat weten, dan weten we dat op dat gaat. Ah, oké. Okay. Ja, zou... Ah, nee, meneer, maar dat is nog niet. Allee, dat is... We hebben die lessen. We hebben 3 uur gewoon in de voormiddag gewoon een les van andere vakken. En dan hebben wij in de namiddag 3 uur van haar. Ah. En daarna nog 1 uur aardrijkskunde. Ja. Ja. Nee, ik sta er nog niet op. Dat weten we nog niet. Ah, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Dat is wel waar. Ja. Godverdomme. Als dat wel goed was gelukt, hè. Als ze er niet was, kon dat ook gewoon vragen voor de uur alles kunnen te verzetten. Maar nu weten ze dat niet. Ze gaat er sowieso zijn, hij gaat dat zien. Hè. Dat is om te kloten, hè. Dat is God hierboven. Hè. Nee, dat is niet waar. Zeg. Ja? We maken die dag gewoon niet en we zien jou gisteren. Ja, inderdaad. Ik vind dat ook. Waarbij, ik heb wel een vakantie voor iets. Hè. Wat is dat nu? Mijn fietsen, ja. We moeten fietsen naar huis. Mm-hmm. Ja, alles goed? Ja. Ja, dat is goed, hè. Good luck met je taart van je zo, jongens, lijkt erover. Ik zie ze al vliegen. Hier zit een Theo. Theo! Zeg eens dag tegen de vliek. Zeer juist. Oh, Daan, dat is wel lang. Ik ben gekakt, hè. Ah ja, die taak, ik weet niet of ik die thuis heb. Ik heb in ieder geval niet mijn boekentas. En in uw locker? Ik kan niet mijn locker, maar ik heb mijn sleutel niet. Ja. Dan heb je tenminste een excuus. Ja, ik ken dat. Dan is het antwoord van de leerkracht. Ja, dat is geen excuus. Je gaat een hele vakantie in patati, patata en kroket. Je moet je zien, joh. Het is vakantie. Ik ben in ieder geval gekakt, dus ja. We zien wel. Heb jij die taak klaar? Nee, ik heb... Stukje. Ik nog 3 pagina's doen, maar ik denk niet dat ik dat ga doen vandaag. Ik heb er ook de pijp van vol, maar ja. Zeg, moet, hè? Niet. Ja, maar ja. Ik heb niet, jongen. Doei. Ja. Hé, gaat zelf mee naar de winkel. Gaat jij naar de winkel? Wat? Gaat jij naar de winkel? Ja, vandaag. Ja, dat is goed, dan ga ik even mee. Ah, nee, of dat is een... Ramboeien zo plekje. Ah. Nee, terwijl die winkel mee. Die is voilà. Typisch, hè. En, lekkere Fanta. Ah, je bent mij aan vroeg. Ja. Ja, is lekker. Oh. Best
beste vrienden. Ondertussen sta ik in het park, hè. Hier een ofje, sorry. Zit hier naast... Dat is heel goed. En ik zit hier ook met de andere mensen. Ah ja. Kabouterblauw. Kabouterblauw. En Assassin's Creed. Nou ja, kleine mensen. Assassin's Creed, hij zei dat in de winkel. Dat is niet waar, Nina, luister, ja, ik heb niks gezegd. En ja, ik sta hier gewoon zo een beetje te staan. En de zon gaat weg, het is slecht weer eigenlijk. De hemel is helemaal zwart, hè. Zomaar. Ja, ja, vuile lucht. Nee, merci, ik moet die bron niet hebben. En ik heb net alles betaald voor u, hè. Ik ben veel te goed voor deze wereld. Mensen, zoals jullie weten, Luca Verstraeten is te vrijgevig. Zie, dat heb ik allemaal betaald, hè. Allemaal, hè. En dat ook, hè. Alles wat dat die hier hebben, alles bepaald. Allemaal, hè. En ook mijn eigen dingen, hè. Ik ben te goed, hè. Omdat ik jou ook al een paar keer heb fucking trakteerd. Ja, ik loop er, hè. Ja, een paar keer, joh. Dat is mijn. Ja, hallo, beste vrienden. Ik sta nog altijd in het Rivierenhof. Het is al wat later. Er zijn twee mensen bijgekomen. Hier is Jacques en Frak. En we zitten hier op een bankje, terwijl we gewoon goedkope chips van de Carrefour eten. Gun. Ja. Oh, kent het. Alles goed, mannetjes? Lekker. Alles goed, mannetjes? Alles goed met de mannetjes, hè? Ja. We staan hier, hè. En ik heb niks te vertellen, eigenlijk, want vandaag is er niet veel gebeurd. Als jij nu deze naam uitblieft, dan ga ik zeggen... Elisa en Willa... Dat wordt bliepen, jongen. Ja, ja. Dus eigenlijk wou ik zeggen, vandaag ben ik in de kat gestapt. Letterlijk, ik kwam uit school, ik ging naar de Carrefour om een snoepje te kopen. Ik kom daar uit die Carrefour, ik stap op mijn fiets en wat zie ik? Stront op de pedalen. Ik denk, hoe kan dat hier? Dat kan hier niet, hè. Wat is dat nu? Ik kijk op mijn schoen, echt 4 verdiepingen stront aan mijn zolen. Wat is dat voor iets? Ja, en dan dacht ik van, ja, dat kan hier niet, hè. Maar nu stel wat weg aan mijn schoenen, maar op mijn pedalen nog altijd smeerlapperij. Dus ik ga met één voet proberen te fietsen. Mensen, ik ga eens naar huis, want het begint donker te worden. Het is 5 uur en als het 5 uur is tegenwoordig, de dagen worden korter, hè, mannen. Dat is niet meer te doen. En ik ga nu naar huis, hè. Ah ja. Maar ik ga nu naar huis, hè. Jack, heb je nog iets te zeggen? Joep.